Ik heb een fantastisch boek gelezen. Dat is namelijk een kinderboek en dat heet Lampje. En het kwam heel goed uit, want het lag bij ons. En ik was ziek en ik lag de hele dag op de bank. En ik dacht, wat moet ik nou? En dat boek Lampje heeft me er echt doorheen gehaald. En het is fantastisch. Het gaat over een meisje die met haar vader in een vuurtoren woont. Goed, maar dan gebeurt er iets en dan moet ze die vuurtoren uit. En dan komt ze in een huis. En nou, eerst lijken alle mensen die in dat huis zitten lijken helemaal niet zo aardig. Maar dan, het is een heel lief meisje. En dan is er een grote hond. Ik moet even nadenken hoe het allemaal ging. Het is allemaal absurd. Maar het mooie is, het is allemaal absurd. Maar het is heel erg, het gaat juist heel erg over de hele, ja, de menselijke kant. En hoe mensen met elkaar omgaan. En ook verkeerde perceptie die je in het begin soms hebt van mensen of honden of... Er zit een soort monster op zolder. Dat blijkt dus eigenlijk natuurlijk helemaal niet zo'n heel heftig monster te zijn. Je zit constant in een soort spanning. Je moet ook doorlezen. Dat is natuurlijk sowieso. Dus ik heb volgens mij in 3 uur heb ik dat boek uitgelezen. En nou, ik vind het echt beter dan alle volwassen boeken die ik ooit heb gelezen. En het is haar eerste boek. En ze is illustratrice. En ze heeft volgens mij ook alle prijzen meegewonnen. Dus ik ben niet de enige die het een heel goed boek vindt.